Jezus Christus. Mijn hemel! Zijn we ook een feest aan het vieren? Als we dit maar doen, dan niet meer. Lobbe blijft staan. Teruglopen, verdedigen. KK bij de bal. Voor Stekelenburg. Ja, klaar. Halve minuut nog. Half minuut, fuckers! Is het aan. Het Circus Nederland gaat verder trekken in Zuid-Afrika. Brazilië gaat naar huis. Het team van Tonga gaat geen wereldkampioen worden. Hij moet hem afblijven. Tijd. Wegtikken ze de laatste secondes. Brazilië, fiets bij de homo's. Godverdomme, fiets bij de stomkoppen. Heerlijk. Veel reacties op YouTube. Fuck Brazil. Doe normaal. Doe normaal, daar zit hij, biertje zuipen. Goed zo. We hebben het hoor. We hebben het, er staat hier, Bassie. Toch hield weg van Marwijk. Oei, 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 we zitten hier in de CV's. Vertrouwen in de 11 spelers die hij de opdracht gaf. Hij moet erop. Hij gaat erop. Zo dan. Maar ze hebben ook echt goed gespeeld. Hoor. Echt knap hebben we niet. Hij hield vertrouwen in de spelers. Hij hield vertrouwen ook in Ooyen. Toen de nood hoog was. En Matthijs niet kon spelen. Daarvoor is alles meegenomen. Door Van Marwijk. Nou, wie nog die kist waar Nederland op kaart lag, gaat nu zoeken. Toen kwam de ommekeer. Door een... Voor de Brazilianen een spookachtig doelpunt. Een lange bal van Sneijder. Van richting veranderd nadat de keeper had gemist. Dag, dag, ga maar weg. Nee, dat is niet zielig. Wegwezen. Aan Juan. Nee, dat is niet zielig. Hou op. Volgde. Wij zijn door, daar gaat het om. Met Trabant drie ruggen. Hoppakee. Uit de corner, doorgekopt door Kuijs. Gescoord door Wesley Sneijder. En Wesley Sneijder is voor de derde keer in dit toernooi gekozen door de mensen die daarvoor het internet gebruiken. Door u dus. Zo dan. Door voetbalsupporters uit alle delen van de wereld. Opnieuw gekozen tot man of the match. Wat mij betreft had hij hier ook aan Nigel de Jong te beurt mogen vallen. Het lament, het verdriet van de Brazilianen, hier juichen ze nog. Dat moet geweest zijn naar de goal van Robinho. Geen Picasso dan, maar wel Bert van Marwijk uit Deventer. Architect van dit Nederlands elftal. Dat voor de vierde keer in zijn bestaan toe is getreden tot de beste vier van de wereld. De halve finale werd voor plaats gehaald in 1998. Toen sneuvelde Nederland door Toulon van Brazilië. In 1974. Nee, hou op, bro. Anders zijn wij hier. Je hebt weer gedaan, jij. Hij moet er blijven zitten. In Kaapstad op dinsdag om 8:30 zal gaan tegen Uruguay. Daar gaan we ook winnen. Ghana. Ja, nee, dat zal doen als je daar dan tegen uitgaat. Wanneer? Ja, heel goed, we hebben gewoon een kaart. Natuurlijk nu. Wanneer? Veel interessanter om vanavond die wedstrijd te gaan zien dan wanneer de afloop hier anders was geweest. Van Bommel en Kuijs, wat een energie heeft Kuijs in deze wedstrijd gestoken. Daar wordt naar meegekeken hoor. In de tweede helft. Nou, in andere landen. Dus, die ene van de... Is het een andere wedstrijd? Ja, goed. Nummer 1 is de aanleiding was de gelijkmaker. En als Nederland er nog wat meer kracht en vrijheid had in de laatste 10 minuten, had het vast wel drie keer nog de derde goal kunnen maken. Dat is niet gebeurd. Dat maakt ook niet juist. Brazilië ligt op de rug. En nog steeds hebben een aantal spelers, heeft een aantal spelers zijn topvorm niet bereikt. Nog altijd is er ruimte voor progressie. Brazilië eruit. Nu niet denken. Maar Uruguay, ik moet het nog zeggen, Nederland speelt wel behoorlijk Duits-Italiaans. Zoveel kansen hebben we niet gehad. Ja, nadat zij de punten gingen. Maar een aantal spelers zal geschorst zijn voor die halve finale. Dat is triest genoeg voor Van der Wiel. En de uitblinker wat mij betreft vandaag, Nigel de Jong. Arjen Robben houdt van u.
U houdt vast van het Nederlands elftal. En van Bert van Marwijk, halve finalist op dit wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Dankjewel Frank Stoets voor je commentaar vanuit dat stadion Nelson Mandela Bay in Port Elizabeth. Henk ter Kater spreekt hier al van het wonder van Port Elizabeth. Dat bent u allemaal hartgrondig met het eens. We gaan nu naar Wesley Sneijder. Ben maar weer. Gefeliciteerd. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, eerste helft was het bijna onmogelijk. Als je de rust in de kleedkamer zit, die staat helemaal achter. En dan zeg je tegen elkaar dat je de laatste 45 minuten hebt van een WK waarin je alles moet geven. Ik denk dat we dat gedaan hebben. We zijn meteen begonnen de tweede helft met druk te geven op een verdediging. En dat scoorde je twee keer. En fantastisch. Vertel eens over die voorzet die erin vloog. Want afgelopen week had jij gezegd, de keeper is niet zo goed met ballen van de zijkant. Nou, je hebt kunnen zien dat ik heb die bal aangespeeld. En ik dacht, ik moet draaien, ik moet hem erin gooien. En zo dicht mogelijk bij de keeper. En je ziet dat hij er onderdoor gaat. En, dat hij er zo in valt, dat is fantastisch natuurlijk. En dan de tweede met je kop, dat is nog gekker. Ja, eigenlijk een identieke situatie. Vanuit een corner wordt ingebracht, wordt verlengd bij de eerste paal. En ik stond helemaal vrij vlak voor de doellijn. En ja, dat is knikken en de eerste goal in mijn kop. En hoe blij kan dat voetballer dan zijn? Nou ja, joh, ik bedoel, dit is fantastisch. Je zit bij de laatste vier van de wereld. En, je verslaat Brazilië in de kwartfinale met 2-1. En ja, dan moet je wel heel blij zijn, maar vanaf de komende dagen gewoon kopjes weer vooruit. En, want het is een unieke kans. Want jullie geloofden erin, hè? Als je de eerste helft zat, denk je van, nou ja, die hebben de koppers gepakt en kunnen weg. Maar dan zo omslaan en dan dit vertrouwen nog hebben. Nou ja, eigenlijk wat ik zeg, dat iedereen in de rust toch tegen elkaar zei van, we moeten alles geven, volle bak, tweede helft. En dan zijn het maar de laatste 45 minuten. En, maar het waren niet de laatste 45 minuten en we hebben gedaan wat we tegen elkaar hebben gezegd. We hebben geknokt voor elkaar. En twee doelpunten gemaakt en dan ben je winnaar. Dat je ook in Nederland daar zit nu. Dat je ook in Nederland daar zit. Ja, kijk eens, denk ik. Net als alle fans die hier zijn. Fantastisch dat ze ons elke keer steunen. Wanneer moet je er spelen dan? Ja, dat is ook Nederland, zou ik zeggen. Dan komen wij met misschien wel de wereldbeker terug. We zien het wel. Maar eerst nu genieten en dan steeds weer die focus houden op de volgende wedstrijd. En dan dat zien we het wel. Wesley Sneijder, ja, hoe zou het er bij u uitzien in Nederland? Daar zijn we allemaal ontzettend benieuwd naar. Ik kan hier een keer